Lieve indansers, week 3 zonder dat we dansen in de studio. Leeg, heel leeg is de studio zonder jullie. Hier sta ik nu helemaal alleen in de dansschool. Fijn om weer even te zijn, maar zonder jullie is het er stil. Stil zonder jullie stemmen, geluiden, bewegingen en het zweet van alle hardwerkende dansers. Hard werken ligt nu in de handen van andere mensen in Nederland die klaarstaan voor ons, waar Teamindans heel veel respect voor heeft. Speciaal voor deze mensen in Nederland dansen wij een choreo op het nummer 17 miljoen mensen. Geniet van dit moment, dans jouw versie, stuur het filmpje terug en sla het op in je hart. Liefs, Teamindans. Ik zou eigenlijk juist nu arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want ik bel mijn moeder met een trilling in de stem door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng. En ik denk aan alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijt de harde werk zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen, de neus in dezelfde richting, komen we hieruit. Alle zorg om gezondheid en banen. Op televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het ons samen. 17 hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op hun kamer. En ondertussen knijt de harde werkers in de zorg die amper slapen. Maar 17 miljoen mensen is het best wel even slikken. Zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet.